begin zo aan je borsten te voelen. Handdoek meenemen. Ja, zand. Niet handig. Go, stop up, Molly. Dit is mijn seksmobiel. Hier ontvang ik iedere week een gast met wie ik al jullie seksvragen beantwoord. Want ja, over seks raak je nooit uitgeluld. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer je op ons kanaal. En de gast van vandaag is Isa D. Als je met iemand klets en even zo je handje ergens neerlegt. Met cheeky blik. Tering, hoe vaak masturbeer ik per maand? Ja, dat verschilt. Welkom in de seksmobiel! Hoe voelt het hier? Ik zou hier wel de hele dag kunnen zitten. Het regent ook, dus... Ja, we blijven hier gewoon de hele dag zitten. Ja. Nou, ben jij op je Insta, kom je heel zelfverzekerd over. Je hebt ook foto's in bikini. Nee. Krijg je nog veel te maken met body shaming? Het valt op zich wel mee. Het zijn vaak mannen die iets zeggen. Wat zeggen ze dan? Ja, dat ik ongezond ben. Of een zeekoe, of een varken. En ja, het doet me eigenlijk niet zoveel. Tuurlijk vind ik het niet leuk. Ik zou het erger vinden als mensen die dichtbij me staan het zouden zeggen. En wanneer doet het je dan wel wat? Laatst was er een man die zei tegen mij dat ik jonge kinderen aanspoor om overgewicht te hebben. Toen werd ik wel echt best wel boos. Ik praat niet over eten. Ik praat over mezelf. En ik hoop dat ik andere mensen daarmee kan helpen. Maar ik vertel niemand wat ze moeten doen. We gaan door naar het advies. Hoi Jurre en gast. Ik wil zelf graag aan de pil vanwege hevige ongesteldheid. Soms ben ik ook echt oprecht ziek van. En voor veilige seks. Alleen mijn moeder is het er niet mee eens. Ze begint elke keer weer over hormonen en dat het slecht voor je is. Ik weet het zelf ook wel en wil daardoor niet al te lang aan de pil. Mijn vraag is dus, hoe kan ik mijn moeder overtuigen dat de pil juist fijn kan zijn en dat het mij ontzettend helpt? Ik heb zelf ook daar last van gehad. Dat is ook de reden waarom ik aan de pil ben gegaan. Maar ik ben heel gevoelig voor hormonen. Maar dat verschilt heel erg per persoon. Bij de sommige is het heel heftig en bij de ander weer helemaal niet. Ik voel me een soort plofkip, weet je wel, die een soort van elke dag met hormonen vol wordt gespoten. Zo moeilijk, want er zijn zoveel opties en ieder ding heeft weer zo zijn nadelen enzovoort. Ja. Dus het lijkt me zo lastig om te weten wat dan voor je werkt. Ja. En ja, weet je, je moeilijke moeder, die wordt hopelijk wat minder moeilijk als jij met haar het gesprek aangaat en zegt dat je er heel erg mee zit en dat je gewoon geen kind wil. Nee, precies. Dus, maar wat is een goede manier om het dan dus wel erover te hebben met je moeder? Ook met je huisarts over hebben, misschien samen met je moeder erin gaan en vragen wat de opties zijn. Misschien weet je moeder er zelf helemaal niet zoveel van. Ja, maar... of dus inderdaad, dus met je moeder zeggen dat je ergens last van hebt, dan vragen of ze meegaat. Dan zegt de huisarts, goh, wil je niet aan de pil? En dan is het in ieder geval iemand anders die je dus tegen je moeder zegt. Ja. Maar betrek je moeder er gewoon wat bij en neem hem mee naar de huisarts. Ja, precies. Dan kan ze er niet onderuit. Nee, dan wordt ze een beetje voor een blok gezet. Mag af en toe wel. Schijt aan je moeder. Ik heb laatst met een meisje geneukt, althans, dat denk ik. We hadden elkaar nog nooit eerder gezien en hadden ook afgesproken voor de seks. Toen ze bij mij instapte, had ze wel een beetje een mannelijke stem en hoofdvorm. Maar met het neuken merkte ik geen verschil. Kan het ombouwen van penis tot vagina zo goed zijn dat je het als man niet merkt? Ze had ook glijmiddel nodig. Allereerst, het is niet ombouwen, maar het is in transitie gaan. Ja. Maar ja, hoe weet je zoiets? En maakt het uit. Ik bedoel, als jij het niet hebt gemerkt... Maar ik denk... Zeker met zo'n onderwerp, wat best wel gevoelig voor de ander kan zijn, is het gewoon niet goed om dat gewoon zo snel al te vragen. Uit respect naar de ander toe. En stel, het is zo, komt misschien iemand zelf daarmee? Ja. En kan jij anders na een tijd dat ze gewoon heel rustig vragen? Maar je moet niet gelijk zo, ben jij niet eigenlijk gewoon een vent? Weet je, dat is zo pijnlijk voor zo iemand die zich anders voelt. Inderdaad, doe het rustig. Wees respectvol. Probeer het gezellig te houden. Ja. En vooral seks. Ik ben een jongen van 16 jaar. Ik ben al bijna 2-3 jaar verliefd op mijn allerbeste vriendin. We hebben al ooit 2 maanden gehad, maar dat is niks geworden omdat we allebei niks durfden. Nu wil ik er graag achterkomen hoe zij over mij denkt in dat opzicht. Hoe kan ik hier achterkomen zonder dat ik het hoef te vragen? Heb jij dat ooit wel eens gehad bij een vriend dat je dacht, hier begin ik nou iets meer? Jazeker, maar ik flirt best wel veel. Ik ben een soort natural flirt. Oh. Maar op een gegeven moment vond ik een jongen wel echt heel leuk en dat durfde ik ook niet te zeggen. Maar ik denk dat ik genoeg hints had gegeven. Hmm. Dus toen dacht ik, oké, als het meant to be is, dan komt het wel. Maar dat is dus wel een goeie, weet je. Je kan in allemaal stapjes kan je hints geven en als het op een gegeven moment niet is, wees daar dan ook gewoon oké mee en laat het gewoon een beetje verwateren. Ja. Ook om jezelf niet te veel pijn te doen. Hey Jurre en gast. Ik ga altijd met mijn vriendje naar de bioscoop omdat hij mij daar kan vingeren. De bioscoop begint duur te worden en het kan niet bij ons beiden thuis. Heb jij tips waar we het kunnen doen? Ja,
Ja, lastig. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Het is wel spannend, dat sowieso. Dus ik begrijp het. Maar inderdaad, de bioscoop wordt duur. Misschien kan je wel iets meer manieren bedenken waardoor het wel thuis kan. Ja. Je kan vragen aan de mensen waarmee je woont. Van, joh, als ik op mijn kamer zit, willen jullie altijd gewoon even kloppen voordat je binnenkomt? En anders, ja, als het echt niet kan. Gewoon buiten in het donker? Buiten. Ja, gewoon. In het donker, dan ziet niemand het. Nee. Ja, ik bedoel, het strand is... Ja. Gezellig, cozy. Let op wel handdoek meenemen. Ja, zand, niet handig. Maar een parkje of de bosjes. Of ja, weet je, het is allemaal niet ideaal. Het liefst doe je het thuis. Maar als je van dat soort plekjes houdt, dan dat. Hou jij daarvan in de vrije natuur? Ja, ik heb wel eens op het strand, maar... Zonder handdoek. Ja, ja, echt? Ja. Nee, ja, oh, daarom zei je dat. Maar je kan ook een soort van gulden middenweg vinden. Dus je doet het wel buiten de deur, maar wel in een wc. Of wel buiten de deur, maar in een paskamer. Doen. Ja, precies. Ja. Ja, ja, succes. Geniet van alle plekjes. Ja. Ik ben een meisje en ik ben onzeker over mijn borsten. Niet dat ze te klein zijn, maar juist te groot. Ik ben dus 14 en heb cup F. Mijn moeder heeft ook al naar dokters gebeld om te vragen voor een borstverkleining, maar dat kan pas vanaf 18 jaar, dus moet ik nog 4 jaar wachten. Ook als ik op straat loop, kijken jongens naar mijn borsten en ik vind het echt niet meer fijn. Weten jullie wat ik met deze onzekerheid kan doen of hoe ik ermee om moet gaan? Het is een soort moeder natuur dat alle mannen daar gewoon eerst naar kijken. Zelfs mijn gay vrienden kijken. Ik zag dus laatst bij de bushalte zag ik een vrouw staan en ze had een soort van glittertop aan, maar ze had zulke grote borsten. En ze stond er en het was zo'n machtig mens. Ja. Maar ze was zo mooi. Ja. En weet je, als je toch zo iemand kan zijn die met zoveel trots de borsten draagt. Weet je, over 4 jaar ben je er vanaf. En misschien over 4 jaar wil je er niet meer eens vanaf. Nee. Want dan ben je er zo blij mee dat je ze gewoon lekker laat zitten. En inderdaad, als jij uitstaat dat jij er blij mee bent, dan zijn andere mensen er ook blij mee. Hajere en gast. Ik heb laatst voor het eerst seks gehad. We hadden maar 1 condoom en die ging kapot. Dus hebben we het uiteindelijk zonder gedaan. Hij is niet klaargekomen en hij was nog maagd. Kan ik nu alsnog een SOA hebben? Ja. Ja, je zou natuurlijk denken omdat hij maagd is, dat kan niet. Maar het kan wel. Wat ook al kan, is als iemand een koortslip heeft en je hebt orale seks, dan kan je ook al een SOA hebben. En dan is het dus niet eens een seksuele handeling. Nee, nee. Ja, dus dat wil je niet. Nee. Dus ga naar de SOA poli. Ja, go SOA poli. Daar gaan we. Geef de ander wat dirty talk zonder te lachen. Ik kan dat wel. Als ik jou zie staan op het strand, naakt, dan kijk ik naar je prachtige lijf en hoe graag ik je overal wil kussen. En dan... Ik weet even niet wat ik moet zeggen. En ik begin zo aan je borsten te voelen en ik voel die heerlijke tieten van je en ik denk alleen maar, oh ja, wat zou ik daar graag tussen willen komen. Ik weet het al. Heb je het er heet van gekregen? Hey, ja, ik ga bijna van iemand. Oh god, schat. Oh, nou, trek maar een kaartje dan. Oh ja. Komt-ie. Welk seksspeeltje zou iedereen in zijn haar nachtkastje moeten hebben? Nou, zou ik iets heel grappigs vertellen? Ik heb dus echt zo'n Tarzan gekregen voor mijn verjaardag van mijn vriendinnen. Ik heb hem dus nog nooit gebruikt. Maar hij ligt er wel, te verstoffen. Ja, zonde. Nou, wat ik wel, zo'n afstandsbediening. Met zo'n ei. Zo'n ei, en dat is de andere persoon die afstandsbediening heeft. Oh, dat is wel leuk. Ja, en dan samen naar een feestje of zo. Festival. Ja. Dat is wel een aanrader. Goeie tip. Zo, oké, doei je. En dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer je hier en hou hem hard.